Ik ben Bert Hillhorst, ik woon in Amsterdam en mijn grootste hobby is het verzamelen van kerststallen. Hij is gemaakt in Canada, in Nova Scotia, aan de oostkust van Canada. Het is een puur materiaal en het leuke is van tin met name, is dat er ook altijd een achterkantje aan zit. Dus u ziet hier de ezel en een lammetje achter, aan de achterkant van de stal. De os kijkt u op zijn kont, om het maar op Hollands te zeggen. En hier ziet u weer de voorkant. En dat maakt zo'n groep gewoon ja, heel erg mooi. Deze komen uit Canada. En om precies te zijn uit drie plaatsen in Canada. Ik kwam als eerste tegen dit stalletje, uitgevoerd met een fittingje en een 220 volts lampje erin. En dat vond ik een beetje kitscherig, maar ik vond de afbeelding wel heel erg mooi. En toen heb ik hem laten staan, want ik vond het lampje gewoon niet mooi. En dan hoef ik hem niet. Toen gingen we rijden en toen kwamen we na een aantal dagen in de plaats Jasper aan. En daar stonden de herders van diezelfde kerstgroep met weer dat stalletje met dat verdomde lampje erin. En toen had ik zoiets van, ja, ik wil dat lampje helemaal niet, dus dan maar niet. Zijn we verder gereden van Jasper naar Banff, een paar honderd kilometer. En daar stond de drie koningen. Dus ik was ervan overtuigd dat die groep inderdaad compleet te verkrijgen was. Alleen dat, op z'n Amsterdams gezegd, verrekte lampje, dat hoefde voor mij helemaal niet. Dus ook die hebben we laten staan. En uiteindelijk op de terugweg naar Camp Loops vanuit Banff kwamen we in Lake Louise, een kuuroord, kwamen we dus het stalletje tegen. Dus wil je hem compleet hebben, zou je dus een aantal kilometers terug moeten rijden. En naar Banff, een kleine 125 kilometer, en terug naar Jasper, in totaal bij elkaar zo'n 4500 kilometer, om hem compleet te hebben. Dit is de 224ste groep uit de collectie. Inmiddels beslaat mijn collectie meer dan 450 kerstgroepen. Door het jaar heen staan er een 40 bij mij in de kamer. Die zijn nu allemaal naar de Martelaren van Goijkumkerk in Amsterdam-Oost verhuisd. Waar aanstaande weekend een kerststallen tentoonstelling is. Waar er zo'n kleine 175 à 200 uit de collectie staan opgesteld. Waar moet hij komen? Ik denk dat ik hem hier neer ga zetten. Naast zijn familielid, een Nederlandse tinnen kerstgroep. Komen ze tot hun recht hier? Nog wat rangschikken, misschien even zometeen wat omdraaien. Ook de vader van Bert komt nog even kijken. Daar komen we eens bij. Die. Met zijn dame in zijn mond. Welke? Nou, hier ligt het kindje echt in doeken gewikkeld en met het duimpje in zijn mond. En dat is ook de groep die wij nog steeds thuis hebben. Ja, die mijn ouders aangeschaft hebben toen ik geboren werd. Die is 55 jaar oud. Ja. Ik zal even mijn muts afzetten in de kerk. En waarom heeft u hem ooit aangeschaft? Bert is geboren 12 december. En wij deden niks aan de Sinterklaas toen. Toen zeiden we, nou dan kopen we een kerststal. We waren 2 jaar getrouwd. En dan kopen we een kerststal. Dan hebben we die vast als het naderhand niet meer kan. Dus toen hebben we in Leiden hebben we een kerststal gekocht. Ja, je kan kiezen. Waarom heeft u deze gekozen? Omdat hij zo mooi was.